Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer een gloednieuwe video. Vandaag voetbraadjes nummer 41, jongens. Ja, we zijn er weer. En vandaag, ja jongens, gaan we het hebben over een paar spelers. Niet drie, niet vier, niet vijf, maar gewoon zes transfernieuwtjes, geruchten. Dus ik hoop dat jullie er sowieso allemaal bij blijven en allemaal kijken tot het einde natuurlijk. Want ja, na zoveel dagen is er weer een video online gekomen. Ik ben een tijdje afwezig geweest, maar dat is natuurlijk omdat ik met niks te doen had. En ik moest gewoon wat voorbereiden, dus ja, ik hoop dat jullie dit natuurlijk leuk gaan vinden. Vanavond is er RKC Excelsior en natuurlijk de Graafschap Cambuur. Dus ben er sowieso bij, want die wedstrijden worden leuk. Play-offs, degradatiewedstrijden. Wie promoveert er? Of wie gaat er naar de finale van de play-offs? Kan daarbij gewoon een plekje in de finale. Dus een plekje in de Eredivisie bemachtigen. Of wie gaat degraderen? De Graafschap en Excelsior zitten er nog in. Dus wie weet, jongens. Ik hoop dat jullie vanavond zeker weten naar mijn livestream komen. En ja, jongens, we gaan het gewoon lekker zien. Ik hoop dat jullie natuurlijk gaan genieten van deze video. Like, abonneer, subscribe en laten we maar snel doorgaan naar de video. Hier komt hij dan, voetbalpraatje nummer 1. En voetbalpraatje nummer 1. Ja jongens, gaat over FC Twente en mijn clubs. We hebben een nieuwe speler aangetrokken. Ik moet het goed zeggen jongens. Julio Pleguzuelo. Ja jongens, Julio Pleguzuelo is transfervrij overgekomen. Zijn marktwaardebedrag 3 à 4 ton is overgekomen van Arsenal onder 23. En nou heb ik van mensen gehoord dat hij best wel goed is. Een best een goede verdediger. 1,80 meter, een Spaanse verdediger, transfervrij. Espinoza en Aitor waren ook transfervrij. Dus ja, buitenlandse spelers. Ik hoop dat het een exotische Twente wordt. Dat het wat leuker wordt dit jaar. Jongens, in ieder geval, de speler die ik net in beeld liet zien. Pleguzuelo, 3 tot 4 ton marktwaarde. Laten we zeggen 5 ton is hij nu. Als hij bij Twente echt in vorm raakt. En een jaartje of twee blijft. Misschien 4, 5 miljoen. Misschien wel wat meer verkopen. En dat we weer wat geld kunnen binnenharken. En dat is in ieder geval netjes. De 22-jarige 1,80 meter Spanjaard verdediger komt over voor transfervrij. Hoe lang hij getekend heeft, weet ik niet. Maar het is in ieder geval transfervrij. Dus ik denk dat we hem wel echt gewoon heel lang tekenen, jongens. En ja, jongens, we gaan door naar voetbalpraatje nummer 2. En voetbalpraatje nummer 2. Jullie zagen, het gaat over Jeffrey Bruma. Ja jongens, we gaan naar het buitenland, want die hebben we nog nooit gehad. We gaan natuurlijk beginnen aan de buitenlandse spelers. Jeffrey Bruma overbodig bij VfL Wolfsburg. Zijn marktwaarde bedraagt 2016. Ja jongens, 2016, 12 miljoen euro. 12 miljoen ging die ook weg. Van PSV naar VfL Wolfsburg. En ja, daarna ging het afzakken. Schalke ook gehad. En daarna is die zijn marktwaardebedrag nu nog maar op 3 miljoen euro. En dat is best wel laag. Dat is echt wel best wel laag voor hem. 27-jarige verdediger pas. En Jeffrey Bruma. Ik zou zeggen, als ik hem was, zou ik gewoon terug naar PSV gaan. Zijn marktwaarde weer tot 8, 9 miljoen en dan weer een keer verkopen. Ik zou, als ik Wolfsburg was, lekker gewoon verkopen. Bruma 3 miljoen. Ik zou, als ik PSV was, heel snel handelen en hem overkopen. Of Feyenoord of PSV. Misschien kan Twente hem overkopen, je weet het nooit. Ik hoop het wel, ik hoop dat Twente hem gewoon haalt. Op huurbasis, ja, dat salaris kunnen we niet betalen, maar je weet het nooit. Ik zou, als ik hem was, naar Feyenoord of naar PSV gaan. Dat lijkt me de beste optie voor hem, om naar Feyenoord of PSV te gaan. Het is natuurlijk best wel simpel om te zeggen PSV weer terug, omdat hij nu de marktwaarde bedraagt heel laag. Maar zijn salaris is natuurlijk op zich nog steeds hetzelfde als die van toen. Maar ik denk nu wel dat PSV hem, als ze hem weer gaan halen, dat zou natuurlijk een erg goede centerback zijn voor in het centrum. Gewoon lekker, dat is al één. En dan moet je er nog één halen. En dat is toch niet zo moeilijk om te zoeken. Ik zou, als ik Jeffrey Bruma was, gewoon lekker naar PSV gaan, jongens. En ja, jongens, we gaan door naar voetbalpraatje nummer 3. Voetbalpraatje nummer 3 gaat over Gaston Pereiro. Ja, jongens, Gaston Pereiro, de 23-jarige nummer 10. Oftewel, gewoon de CAM van PSV, de Uruguayaan. 23-jarige de Uruguayaan. Is natuurlijk 12 miljoen in marktwaarde. Ja, dat is zo. En maar nu wil het zo zijn dat PSV zijn contract wel wil verlengen. Maar of het nou daadwerkelijk echt gaat gebeuren, dat is natuurlijk alleen maar de vraag. Gaston Pereiro, ja, wat zou die moeten doen? Zou die weg moeten gaan? Ik zou gewoon, als ik PSV was, hem contracteren en lekker op 10 zetten. Lekker laten spelen, want die jongen kan zo goed voetballen. Doet me denken aan Ruiz, ook die technische dingen met links. En ja, dat is gewoon echt een goede speler. Alleen hij wordt een beetje afgezakt in die selectie. Ik zou hem gewoon een jaartje houden en dan volgend jaar verkopen voor 15 miljoen. Als hij echt in topvorm raakt, zou het echt een goede nummer 10 zijn. Het is een beetje hangend op links nummer 10, een beetje Brian Ruiz-achtig. Maar ja jongens, ze willen zijn contract wel verlengen. Hij is dit seizoen betrokken bij 10 goals en 6 assists. 27 duels jongens, 23 daarvan waren de basis. Dus ja, weet je, dat is gewoon zo. Het is gewoon een hele goede speler. Maar ik hoop natuurlijk voor PSV dat hij wel tekent. Of voor zichzelf dat hij wel tekent. Want dan kunnen we hem nog een jaartje in de Eredivisie behouden. En dan zou het nog wel erg, ja, goed zijn voor de Eredivisie. Goed voor hem zijn. Of een hele mooie plek zijn bij PSV als hij gewoon lekker blijft en gewoon niet weggaat naar het buitenland voor het geld. Want dan kom je toch niet aan spelen toe. Dit was nummer 3, jongens. Ik hoop dat jullie deze leuk vinden. We gaan door naar nummer 4. En ja, jongens, nummer 4 is een speler die veel mensen niet mogen.
Mat zeuntjes. Ik liet hem net al zien. De Turkse Caner Birigli. Zoiets wil de 27-jarige Mat zeuntjes overnemen. Een 10 en een spitspositie. De marktwaarde bedraagt op 2,5 miljoen euro. Hij is transfervrij overgekomen in 2000 of 2016. Een van de twee. Hij speelt er al lang bij AZ. Maar ja, nu komt hij ook echt aan spelen toe. Ik denk wel dat Mat zeuntjes naar de Turkse club kan. De promovendus die net gepromoveerd is uit de tweede divisie van Turkije. Die gepromoveerd is naar de Super League. Dus ja, weet je, als hij slim is, gaat hij gewoon weg. Ja, gaat hij gewoon weg tegen die. En ja, hoop ik wel dat hij voor hem gewoon... Ja, salaris krijgt hij sowieso al. Maar als hij nou slim is, gaat hij nog een jaartje bij AZ blijven. En dan dat hij volgend jaar gewoon tekent bij een andere club. Want ja, als je 28 bent... Misschien is dit ook een kans voor hem die hij niet snel meer moet laten lopen. Maar je weet het natuurlijk nooit. Ik denk wel dat Mat Zeuntjes op zich wel een goede speler is voor dat soort clubs. Helpen om naar boven te klimmen. Dus wie weet jongens, wordt daar misschien wel zwaar geliefd. Hier in Nederland wordt hij zwaar uitgekotst. Dus wie weet jongens. En we gaan door naar nummer 5. Ja jongens, nummer 5, dat is een leuke, dat is Tony Villena. Ik liet hem zien. Arsenal, ja, nu gaat Arsenal in beeld komen. Zes jaar geleden, volgde Arsene Wenger hem al toen hij bij Feyenoord speelde. Zijn marktwaarde bedraagt op 12 miljoen euro, maar als Feyenoord slim is en als Arsenal echt Tony Villena wil, dan wel een hele mooie club zijn natuurlijk voor hem. Tony Villena naar Arsenal, ja waarom niet? Weet je, het is een harde speler. Hij is snel, hij is sterk, dus waarom niet, weet je? Het is een tempo dat hij best wel aan kan. Het is een snelle speler, het is een jonge speler, 24 jaar nog maar. En ja, weet je, Arsenal 2013 volgde Arsene Wenger hem al. Hij is nu geen trainer meer daar, maar in ieder geval... Ja, als Tony Villena ook een slimme stap wil maken, kan hij beter naar Bologna gaan of iets. Of ja, weet ik veel, naar Sampdoria. Of ja, dat kan, AS Roma kan ook, weet je. Als hij de kans maar krijgt, speelt hij echt wel goed. Half miljoen is zijn marktwaarde. Wat mijn voorspelling is, als hij weggaat, dat hij voor 15 miljoen weg moet gaan. Feyenoord moet het meeste uit het onderste van de kan halen. En dat is gewoon 17,5 tot 18 miljoen moeten ze uit hem halen. Gewoon alles eruit peuren wat je er maar krijgt. En gewoon proberen zoveel miljoenen te vangen als Feyenoord slim is. Dat zou ik wel echt top vinden als Feyenoord zoveel geld binnenhaalt. Want dan kan je tenminste nog goede spelers voor de Eredivisie halen. En voor je team natuurlijk. Maar ja, dat is aan Feyenoord de keuze, hè, jongens. We gaan door naar de laatste, jongens. En dat is nummer 6. En ja jongens, nummer 6, jullie zagen het al, zo'n verdediger van FC Groningen, Chabot. Ja jongens, Chabot, de 21-jarige verdediger, is de Duitse 21-jarige verdediger. Kopsterk, 1,90 meter volgens mij. 3,7 miljoen, dus 3 miljoen en 700.000 euro is de vraagprijs die Groningen heeft gesteld. Dit willen ze ook betalen. Vrijdag is de medische keuring, dus als hij naar Sampdoria gaat is het natuurlijk prima. Hij heeft Groningen veel geld binnen en... Met Doan aan reis, dan moet je toch wel 10 en 15 miljoen sowieso voor krijgen. Voor Doan misschien wel 10 of 12 miljoen. Voor reis gewoon een jaartje behouden en gewoon 20 miljoen volgend jaar verkopen. Dan ben je all in. Dan ben je gewoon fully, full house jongens. Echt waar. Dat zou ik gewoon zeker weten doen. Ik zou als ik Chabot was gewoon lekker naar Sampdoria gaan. Die medische keuring ondergaan. Alles goed doen en kala jongens. Dan komt het echt wel gewoon goed. Dan komt het ook goed, want ik denk wel als Chabot naar... ja, Sampdoria gaat natuurlijk, dan komt het echt wel goed. Want Chabot is een speler die best wel hard is ook. En best wel sterk is. Dus Sampdoria zou zeker niet slecht staan bij hem. Ook omdat Mitchell Dykes is ook zo'n speler. Linksachter, midden en natuurlijk de tank. Sowieso, shout-out naar hem. Je reageert altijd onder zijn Instagram. Gewoon een tank beast. Mitta is echt een tank, jongens. Serieus. Maar dat is ook zo'n speler, Chabot. Mitta is natuurlijk 6 jaar ouder. Maar Chabot is 21 jaar. Is jong, is sterk, is snel. Heeft een super goede tackle. En als die keuring fout gaat, is het goed voor Groningen. Want dan kan hij nog een jaartje blijven. En als hij nog een jaartje blijft, is zijn marktwaarde op 6 of 7 miljoen. Ik denk wel nog meer. Of Feyenoord haalt hem. Of een Eredivisie club haalt hem. Maar ik denk niet dat ze hem gaan halen. Ja, als ze Feyenoord slim is, halen ze hem. Of PSV. Bruma en Chabot. Dat zou natuurlijk een goudcentrum duo zijn bij PSV. Ik denk dat PSV daar sowieso wel kampioen mee kan worden. Nou, een kampioen weet ik niet. Maar in ieder geval een goede selectie bij elkaar heeft. Als je achterin alles goed hebt staan, wat advocaat ook al zei. Je begint achterin. En eindig wel voorin. We zien wel wat het voorin wordt. Maar achterin is het sowieso één ding zeker. Chabot en Bruma bij PSV, dat zou een controlerend centrum goud duo zijn. Zijn sterke verdedigers, zijn snelle verdedigers, kopsterk, heel goed. En natuurlijk de tackles zijn beest en beestachtig jongens. Ja, Chabot, 3,7 miljoen. Mocht die keuring goed gaan, vrijdag, dan is het natuurlijk één ding zeker. Dan gaat hij. En dan heeft Groningen 3,7 miljoen binnen. Ik hoop dat ze er nog een percentage aan vastbinden. En misschien 10%, of hij over 5 jaar of... Ja, misschien over een jaar al snel vertrekt en verkast voor 7 of 8 miljoen. Dan krijgt Groningen nog 8 ton. En dat zou natuurlijk ook wel heel lekker zijn. Mocht Chabot niet gaan, wat ik al net zei.
Nou, dan heeft het natuurlijk één voordeel. Dan kan het nog bij Groningen blijven. Of kan een Eredivisieclub naar boven binnenharken. Wie weet jongens, we gaan het natuurlijk allemaal zien. En ja jongens, wat vonden jullie van deze 6 voetbalpraatjes? Vinden jullie dit leuk? Willen jullie dit meer zien? Ik denk het wel, want 3 is niet leuk. 6 gewoon meerdere spelers. Dat is natuurlijk echt gewoon top. En dat willen jullie ook denk ik meer zien. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Vanavond RKC Excelsior sowieso live. Zeker weten. Excelsior RKC. En natuurlijk Cambuur de Graafs. De Graafschap Cambuur dus. Ben daar sowieso bij. 2 livestreams. Het wordt een lange avond. Maar ja, we gaan er gewoon weer dik en voor. En vol voor zitten, jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze voetbalpraatjes. Nummer 41 alweer. Like, abonneer, subscribe. Hier linksbovenin kan je abonneren. En hier rechtsbovenin kun je de laatste video zien. Dus check hem allemaal. Ik zeg voor deze keer, you know, ciao amigos, later. And I'm out. Peace, you know.